En als de wereld gaat veranderen, dan is geen vraag, dat is een gegeven. De wereld verandert revolutionair snel en steeds sneller. En dat komt omdat in de wetenschap, in de technologie en ook in ons vakgebied verandering nu eenmaal altijd voortborduren op reeds bestaande succesvolle verandering blijft verleggen. Demo kan je opslaan voor de toekomst een hele havencomplex. En je geeft je niet dat 50 kilometer lang van Rotterdam tot de Maasvlakte. In een BIM-omgeving bij elkaar te krijgen, zodat ze alle informatie van ondergrond tot bovengrond bij elkaar krijgen. Waarmee je de attributen die in de woonomgeving zitten, kunt overhalen naar je werkbestand van BGT. Zodat je ze niet hoeft in te binden. Ze zijn al beschikbaar in de woonomgeving. Met de attributenprikker kun je ze overhalen. En dat is ook gebruikt in gesprekken met gemeenten. Bepaalde zaken plaatsen en ook om bewoners te laten zien van nou op dat moment zijn er die bouwactiviteiten voor uw deur. De burger direct toegang zou krijgen tot wat er aan informatie beschikbaar was. En ik denk dat dat iets zegt over de wijze waarop men daar wil omgaan met informatie. Eigenlijk is dat natuurlijk heel slecht. En daarom moet het anders. En ik denk dat er is maar een kleine stap nodig om het anders te maken. Een hele kleine stap. En die stap is eigenlijk, waarom gaan we niet gewoon doen? En ik zeg altijd, er zijn twee werelden in mijn wereld. We hebben een bouwwereld en we hebben een gewone wereld. U lacht erom. Dat gevoel heb ik ook. Dus ik denk dat het eigenlijk niet zo'n groot probleem moet zijn. Alleen we zullen ons dat eens een keertje van bewust moeten zijn. We zijn als bom als nou, ik hoor het al, u zoekt uw bedreiging op. 3D en PGT om dat met elkaar te integreren. Inzoomen op het model. Dus waar zitten de. Waar klopt de informatie niet met de standaard die we hebben geselecteerd? Even samenwerken. Even samenwerken. Kijk, nu kunnen ze dat wel, hè? Die architecten sturen die aannemer. Dat gaat heel goed. En dan kunnen wij jullie blij maken met een iPad. De gemeente Hilversum, de heer of mevrouw Graaf. Ja.